Staat er in een Pools gangencomplex echt een nazitrein vol goud en juwelen? Iedereen heeft het erover de laatste tijd, maar er is nog geen spoor van gevonden. Onze verslaggever Alexander Bakker werd ook bevangen door de goudkoorts en ging naar Polen toe op zoek naar die mysterieuze trein. Heel de wereld is in de ban van de schattrein. In Polen zou die ergens zijn begraven door de Duitsers tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hier. Bij het spoor zou een aftakking zijn geweest, waar de trein met een kostbare lading van mogelijk 28 miljard euro hier ergens zou die mogelijk liggen. Begraven onder een puin, in een bunker, we weten het niet precies. Verder dan dit bord mogen we niet. De spoorwegpolitie laat het absoluut niet toe dat we dichter bij spoorpaal 65 komen. Daar. Zou volgens een map, zo zijn er lokale geruchten en aftakking zijn geweest. Het is een jongensboek, spannend, via paden moeten we hier komen. Heel erg moeilijk, maar echte schatzoekers hebben we hier nog niet gezien.